Luister. Het is een koude wintermiddag in december. Zo'n middag dat je wangen rood zijn en ze een klein beetje bevroren voelen. Net zoals het puntje van je neus. Gelukkig heb je een dikke muts op, een sjaal om en lekkere zachte wollen wanten aan. De kou doet je helemaal niets. Buiten op het veldje zijn kinderen aan het spelen. Je hoort hun stemmen roepen en af en toe hoor je het geluid van een bal waar heel hard tegenaan getrapt wordt. De bal suist door de lucht en stuitert op de stoep. Ze spelen buskruid. Jantje heeft de bal ver weggeschopt, helemaal naar de overkant van de straat. De drie andere kinderen stuiven alle kanten op en verdwijnen in verschillende richtingen. Achter het schuurtje, tussen de struiken. En Finn rijdt met zijn rolstoel snel de steeg in. Het is ineens heel stil. Jantje pakt de bal op en loopt terug naar de buutplaats. Hij speurt in het rond. Wacht, hoort hij daar iets bij die boom?